Yo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van GTA Avontuurtje. Vandaag gaan we ons klemzuipen. Superleuk en tof. Want coma zuipen is voor de coole kinderen. Ja, vooral voor kinderen. Als je ouder wordt is het niet zo leuk meer, maar als je kind bent dan kan je er rol er nog wel van inzien. Mensen altijd maar lopen zeiken dat ik whisky loop uit te delen op kinderfeestjes, maar het is gewoon normaal. Het is leuk. Hier, het is appelsap. We moeten weer die amandeltjes wegvreten voordat we kunnen bestellen waarschijnlijk. Ja hoor. Wat zijn het voor mechanics? Hij is ook een beetje in de war, die vent. Dat had ik al langer gezien. Doe mij maar zo'n appelsap. Ja, joh, die valt ons om, joh. Geen probleem, het is toch voor jou, hè? Ik wil niet zeggen dat we iets stereotyp Wilde Westen gaan doen, maar we gaan zo meteen, als we dronken zijn, prostituees vermoorden. Ja! Ja, want dat is leuk en gezellig voor de hele familie. Ja. Good health. Pak je kleine broertje erbij. Die zal dit zeker waarderen. Ja, heb je geen klein broertje, leen hem van de buurman. Die zal dat ook waarderen. Dan ga je gewoon naar zijn deur toe. Zeg je, hey, mag ik je kind even lenen? En dan zegt hij, ja joh, kom uit verrekken, heb ik een kind? Dat zal wel, kijk maar of je ergens iets in de kelder kan vinden. Deze man heeft een goed alcoholtolerantie. Nou. En er is niks is aan het draaien nog, hè? Ik denk dat we zo beginnen te lopen. Dat is wel... Dat is wel een tip, zeg maar. Als jij gaat drinken, dan moet je gewoon niet meer bewegen. Dan heb je er ook geen last van. Ja. Hij is wel blij met zo'n flink betalende klant. Dat we zo meteen zijn hele tent naar de tyfus schieten. Oh, het begint te draaien. Oh, Evie. Evie, ik wil er niks mee te maken hebben. Ik ga snel naar de krabpaal. Mijn frustratie zich afkrabben. De kat krabt de krullen van de trap. De kat krabt de krullen van de trap. De kat lapt de papier van de printer. Mr. Miller has laid old Otis in his grave. Hij is van mening dat wij genoeg gehad hebben. Nou. En deze video is gecopyrightstrijkt. Ja, waarschijnlijk wel. Hé, hey, wat heb jij daar een mooie prostituee? Hé, hey, wil je mijn prostituee zien? Decline, reject. Ik denk dat we niet mogen, maar... En die man zat ook echt zo te kijken van, hey, hier heb ik voor betaald. What the fuck is dit nou weer? Ik word afgewezen terwijl ik ze gewoon geld heb gegeven nog. Dit is hoe daten werkt. Hey, dit is een andere prostituee. Chickie. Hey, jij lijkt me ook een prostituee. Hey. Die mag hier achter was een trap weer op. Oh, hey. Dit hoef ik niet te zien. Ik kan geen prostituees neerneuken. Dat kon zelfs in de DLC GTA 5 niet meer. Volgens mij is deze man geestelijk in de war. We gaan hem gewoon eventjes bestuderen om te kijken hoe zijn leven eruit ziet. Deze muur ziet er hier wel rood uit. En deze is ineens zwart. Hoe kan dat nou? Maar hoe kan deze dan rood zijn als die andere zwart is? Dit is magie. Volgens mijn berekeningen komt het door de lamp. Ah ja, je bek, man! Nee, ik heb al opgezocht of je seks kon hebben, maar dat kon niet. Dat soort dingen zoek ik eerst op voor elke spel koop. Iedereen weet dat je altijd het vrouwtje kan winnen door de vent zo hard mogelijk neer te slaan. Dus dat gaan we ook gewoon doen. Oh jeetje! Oh jeetje! Oh jeetje! Ik trok mijn pistool, dat was niet helemaal mijn bedoeling. Nee, ik hoor fistfight. Lekker visten. Oh! Dit was een compleet geflipt! ABC, je kappen mee! Hey, kom jij hier! Oh, intiem! Gonna be dead! Zo! Dat is pas wild! Kill of the game! Ja! Ik hoop dat ze in die tijd al rolstoelen hadden uitgevonden voor die man. Misschien hadden ze wel rolpaarden. Oh. Zo, de smerige man! Ziet er ook even uit, joh. Ik wou zeggen, het ging al best lang goed hoor. Het ging best aardig. Theat. Oh, 18 euro. Oh, dan doe ik het ook een keer. Ik heb nog wel 300 euro. Ik kan nog wel pakken in het dorp vermoorden. Ah, ik ben net 15 keer overhoop geschoten, maar ik heb een beetje last van mijn nek. Een vecht. Jawel, een vecht. Ik zou best wel eens een Duitser willen zijn af en toe. Maar op een gegeven moment dacht ik zo van, ja, dan ben je wel voor altijd een Duitser. Moet je dat nou echt willen? En dan van, nee, dat moet je niet willen. Ben jij ook geïnteresseerd om een Duitser te worden? Geef je op voor Duitser voor één dag. Voor een prijs van maar 2 euro. Dat is voor die gehandicapte uitjes. Wil jij ook een Duitser zijn voor één dag? Komt er zo'n kind bij Make-A-Wish van deze... Ja, ik wil graag voor één dag een Duitser zijn. Nou, graf maar een kul en bezet Nederland. Wie zou de beste streaker zijn op de wereld? Ja, dat is toch wel Arnold. Arnold? Ik weet niet. Arnold is wel goed, zeg maar hij is niet super. Pieter is meer mijn ding eigenlijk, maar ik weet niet. Pieter? Pieter. Pieter van de Hogeband. Ja. Zo van, kom even wisselen, jongen. Hier, vreet een pot pindakaas, dan kan je tenminste wel voetballen. Kut, Pieter. Bak er helemaal niks van. Hier, ga maar een pot pindakaas eten, misschien ken je dat wel. Pieter! Beesten, maak ze dood! Ben niet agressief. Hun zijn agressief. Dit was puur zelfverdediging, dat zie je toch. Blijkt dat het WNF het al jaren verkeerd doet. Dit is hoe het echt werkt. De paard was ooit wit. Ja, zo werkt het ook met Zwarte Pieter. Nee, het is een roetveegpaard. Want
vindt dat anderen is racistisch. Kut Sinterklaas, vuile racist. Ja, inderdaad. Beetje aardig doen tegen kinderen. Dat soort mensen mag ik sowieso al niet, hoor. En geld en cadeaus weggeven en ja. Zo. Ik bedoel, welke racist doet dat nou? Dat is zeker een punt. Ja, misschien nog wel een komma erbij ook. Nou... En dan nog een punt, om de punt van de komma te versterken met een punt. Je zou een punt komma van kunnen maken als je wil. Oh, een gang. Je moet hun neerschieten, hun hebben keld. Keld? Hun hebben keld. Oh, dit zijn wel... Dat is een streaker gang. Dat is wel echt... Hoeveel kogels kan je pompen in je blote box, man? Hoeveel kogels moet je hebben, man? Oh, er komt er nog één, er komt er nog één. Oh, nee, twee. Oh. Blote mannen! Sorry, is lelijk? Ja. Oh, kut. Oh. Oh, kijk daar. Een raamkozijn. Die komt sowieso op mijn top 7,5 van favoriete raamkozijnen. Koeien! Even kijken wat die boer ervan zou zeggen als ik zijn koeien neerschiet. Recht in zijn oogballetje. Vindt hij niet leuk? Vindt hij niet tof? Oh! Als je nu weer doodgaat, heb je het echt voor jezelf verknoeid, hoor. Ik kon gewoon pret beleven. Een drankje doen. Al mijn provisie opgegeten. Dan heb ik echt zo'n dikke papzwans ben ik nou. Legendary Animal Territorium. Ik heb hier helemaal geen tijd voor. Ik probeer gewoon een muziek te doen. Dat is een prima moment. Goeiemorgen. Wilt u kinderponsregels kopen? You black bear? Zij is redelijk blank voor een black bear. De fuck loopt zij allemaal voor wiskundige taal te produceren uit de bakkers. Dat is de minst sexy knipoog die ik ooit gehad heb, maar goed. Ik wil geen spoiler geven, maar er gaat iemand zo een paar benen kwijtraken. Als ik het maar niet ben. Ik vind mijn benen redelijk fijn. Doe het. Hè? Oh! Kijk, hij is zijn been kwijt. Haha! Zo, die liep wel mooi door. Hou eens op! Ik probeer hier te genieten van mijn vrije tijd. Bim. Black Bell is helemaal gefliept. Nou, zo zou ik het ook wel willen omschrijven. Oh, er komen er nog meer. Dat was een horse. Daar had je bijna IKEA balletjes kunnen maken. Daar zit paardenvlees in. What the fuck? Uit een minigun, joh! Jos, hij schiet echt al een minuut lang vol gas op je kop. Oh, kijk. Het gaat er niet om dat je het snel door hebt. Het gaat erom dat je het een keer door hebt. Easy. Vooral dat ik die man zo snel zag, dat was wel e-sport waardig. Het zijn allemaal bounty hunters die je net hebt neergeknald. Dus als je ze gaat looten, dan krijg je extra geld. Krijg je daar centen van? Dan krijg je keiharde... centen van. Europegels. Europegels miljoenen. The fuck is dat? Is dat een vis die is over zijn zak? How do you want me? Like this? Minder kleren. Of is dat vulgair? How about this then? Ja. Nee, vind ik helemaal niks. Voel jij dit of niet? Ja, ik voelde die vorige. Dat vind ik mooier. Zo, dat is de beste kunstlinger van de wereld. Ik ga even de beste kunstlinger fotograferen gemaakt in selfie. Maak nou een foto van die hoer, dan kan je verder. Gewoon inzoomen op de zak. Die zak of die twee op de borst? Nou, dat zijn niet echt zakken. Dat zijn eerder uitgezakte yoghurtputjes. Mona-toetjes. Ik weet niet wat ze daar aan het gorgelen was, maar het zal vast niet interessant geweest zijn. Well, thank you, Mrs. Bell. Hey, mag ik je nummer? Dan kan ik je bellen. Yes! Niemand lacht, maar dat geeft niet. Ik vond het leuk. En mijn knie doet pijn nu. Dat vind ik dan wel leuk. Ah, vernietiging, dood en verderf. Ah. Dat is ook alleen maar omdat ik mezelf cool voel, hè. Het ziet er uit als een turtle. Turtle. Een Teenage Mutant Ninja Turtle misschien wel. Voor een pizza. Teenage Mutant Turtle Ninja met een... Dat is mijn favoriete serie. Ja, bijna niet. Maar maakt niet uit. Hij blijft toch stokstijf stilstaan. Oh. Wow! Het is een struisschildpad! Een snapping turtle. Oeh, snap. Hij is dood. Dus hij is gewoon een pad in een schild. Hoe skin je dit? Ik ben benieuwd naar de animatie. Zijn ruk je dat ding gewoon uit zijn schild? Ik zie niks. Ik wil de sappige details zien. Oh, hier beesten die dood willen. Oh, ja, ik ga struisvogels aanrijden. Of flamingo's. Ik zie het verschil niet zo snel. Lijken ook zo op elkaar. Je vergeet om te kijken of je die Gatling gun kan meenemen, Jos. Apparently, we cannot. So we're fucked. Let's fuck some guys. Wat? Nee, dat wilde ik niet. Dat was niet wat ik wilde zeggen. Kijk, dat is een struisvogel. Nee, het was een flamingo. Ik wil ook een epische crash maken of zo. Val compilatie 3.0. Wat gebeurt er als je een vuistgevecht aangaat met een koe? Krijg je dan de horens in je lichaam? Of? Ik kan niet even horens in mijn lichaam, maar vuisten in een koe steken lijkt me wel leuk. Ik ben aan het stompen op dit moment. Maar waarschijnlijk mag je weer niet dieren stompen en zo. Je mag ze alleen doodschieten. Hier! Levende hamburger? Oké, dat werkt niet. Meneer! Oké, take whatever I've got. 1 euro! 1,40 euro! 1,40? Dat is niet de moeite! Hij lult als een bakkers, joh! Oh, je hebt wel een paar getuigen. Zo meteen niet meer. Zijn die koeien weer, hè?
Ja, klikte ja. Oh, die kippen zijn dood. De Max zou trots op me zijn. Ja, mijn hamburger heeft een paar gaten in. Het zijn ventilatiegaten. Ze hadden nog geen airco in deze tijd, dus je moet wel ventilatiegaten hebben inderdaad. Ja, ik ga weer even zeiken. Maar dan ga ik wel de aflevering afsluiten zonder je. Ja, dames en heren, dat was weer een enerverende, energieke aflevering van de beste serie die je ooit in je leven gaat meemaken. Verder rest ben ik zeker geen leugenaar. Dio is plassen, die zijn blaas kon het niet meer aan. Zo lag hij de hele tijd, dat hij dacht van, oh, als ik nog één keer lag, dan pis ik helemaal broek onder. En dat is natuurlijk niet zo lekker, dus dames en heren. Hé, ik ben dood, nu kunnen we eindelijk stoppen, doei.